gelijk door naar het toets. Ik kwam exact en gozer stom. Ik en de rest, kerel, die dikken je niet. Wat fuck gebeurt hier alleen nog met een fucking taalbord te rennen? Doe ik Eurosport? Door hem te vermoorden, de tv-rechten te verkopen aan Eurosport. Bro, het type van homofielen die vooroverknielen en op die manier een brood verdienen. What up man, it's your boy X, zware jongens, tuigcommissie. We zijn hier weer in Rotterdam in het WMDC bij Punch Out Battles. We hebben weer een dope battle voor jullie, de main event. We gonna get it in right now man. Rapper aan mijn rechterkant, introduce yourself man. Yo yo, ik ben Chris Meff, ik kom uit Rotterdam, woon nu in Utrecht en ik ga vandaag murderen. Let maar op. Rapper aan mijn linkerkant, introduce yourself, man. Remix 023, dat zeggen ze allemaal. Hey! Politics, you got it down? Eén minuut op, Chris Mack, yes. Let's go. Hey yo, deze man noemt zich Remix. Ik noem me nu even DJ. Kijk uit, straks gooi ik de dikste remix ter wereld dwars door het publiek heen. Fucking dikzak. Ze zeggen, Chris, doe niet zo gemeen. Maar sorry, ik ben vreed net als Jigsaw. Ik zal jouw school in 33 regels. Je brengen niet harder als mij. Al kreeg je 33 weken om tegen deze MC's regels zegen te vieren. Je wordt vies vernederd. Je kan alleen winnen door lichtjaren met de Exceline MC te trainen. Al kreeg je een plaats in de League of Extraordinary MC's. Je begeeft het. Het is Chris Meff, de krijgt mag excellentie. Hij reept je. Weet je, ook al wist je het niet, hoe je nu in je kist ligt en ziet, zal je Chris Meff niet meer vergeten. Wow. Ik verstop je lijk ondergronds in een piramide. Liquideer parasieten als jou met zijn lyricale cyanide. Ik ben echt blij dat X deze battles opzet. Maar nu kan ik mijn fatalities laten zien net als in Mortal Kombat. Ik zag al je battles. Je battle tegen allemaal wekken, je verliest het allemaal. Ik zag het op YouTube, hoe Regga je opeet als Turkse Sujuk. En zo te zien heb je fans meegenomen. Ze kunnen klappen en meekijken. Eens kijken of ze je op handen kunnen dragen als je gaat stage diven. Respect de MC's alsjeblieft man. 1 minuut op remix, let's go. Pleeg zelfmoord, bitch. Heb je eigen kop bekeken? De medische wetenschap heeft alle hoop opgegeven, want het is te fucking lelijk. De status van zijn gezicht is ernstig. Ze moeten sparen voor de tatoeages, camouflage om zijn gezicht te verbergen. Zijn moeder weet niet wat ze moet met het joch. Geert Wilders haat je, door jou komt er geen boerkaverbod. Besef als jullie naar hem kijken dat zijn vriendin haar leven lang maagd wil blijven. Je zal nooit een mooie vrouw gaan krijgen. Ze zijn bang dat jullie kinderen op jou gaan lijken. Het is niet gevaarlijk lekker. Ik reep hem graag in battles. Zijn penis is als zijn kleding. Hij heeft niks om aan te trekken. Ik reep bitches nu gauw. Ik spin zinnen te lauw. Wat voor kleren moet je dragen? Heel, figure it out. Natuurlijk ga ik winnen van jou. Deze bitch wilde een vrouw. Maar geen enkele weldenkende bitch wil wat met jou. Hey! Ronde 2, Chris Meff, hold it down. Hey yo, hold it down. Ik eet deze man rauw als een broodje haring. Ben van plan je langzaam dood te maken als een kookverslaving. Wat moet ik met hem doen? Laat hem verdwijnen in de Europort. Verkoop zijn organen, laat excellent zien hoe ik een euro score. Hoe ik euro score? Door hem te vermoorden en de tv-rechten te verkopen aan Eurosport. Je wordt boos alsof je haag op je tanden krijgt. Maar mijn punchlines zijn pijnlijk alsof een piranha je ballen bijt. Jij winnen van mij? De kans is klein. Net als dat je miljonair wordt met een baantje bij de Albert Heijn. Chris is geen pin, maar ik bal zijn wijf zo hard dat ze kanker en tegelijkertijd een orgasme krijgt. Hey, hey.
Remix versus Matt is als Lange Frans tegen Unique. Een Rotterdamse baas tegen een Amsterdamse pussy. Kijk, gaat high-tech automatisch als een future Uzi. Ik laat deze dikzak kung fu zien. Biatch noemen Bruce Lee. En jouw diss omdat je dik bent is niet origineel. Maar ik ken één bitch die met hem alleen een orgie wil. Shit, dus opgevangen. Dit is een... Deze hoofd vernietigt. Deze man is een prototype voor homofielen die vooroverknielen en op die manier een brood verdienen. Yo, met andere woorden, hij is gewoon een flikker. Hij is gisteren op maag, vandaag kan hij niet meer zitten. Ik haat flikkers. Ik zie jullie allemaal ja knikken. Je bent Nederlands kampioen zaadslikken, Europees kampioen paal zitten, wereldkampioen aarslikken. Weet je wat het rare is? Dat de remix een Surinamer is, maar dat deze bitch niet weet wie zijn vader is. Oh. En ik kan heel flowen, je hebt skills nodig. Je hebt alle symptomen van een ziekte, ik heb een pik nodig. En ik spit flex, dus luister gewoon, en ik ga Chris met mijn vuisten slopen. Hij had voor homo's en insecten, dus hij wil seks met 1000 poten. Oh. En ik vind trouwens dat jij spit achterlijk wack. Je had een vuist geneukt, maar luister kneus, je vist achter het net. Voor we de laatste derde ronde krijgen, make some noise for the main event, yo! Laatste ronde op Chris Meff, let's yo, go! Hey kanker, terug naar 020 en kom niet met tories. Ik sla hamers op je kankerkop kapot, dus bij Carlo Piccorni. Oh. Ik weet het, ik noem je helgever. Ik sla spijkers in je kop, ik noem je Hellraiser. Oh. Noem mij Jason, Freddy Krueger, dat moet je zelf weten. Maar het enige hoe jij ooit bent klaargekomen is met jezelf spelen. Oh. Hey yo, ik heb Matties in Damskop, maar ben geboren in Rotterdam. En hier heb ik geleerd joden te vergassen met mosterdgas. Oh. Hey ex, ik geef een Meff en crack alles in de blender. Hij de remix, ik de DJ laat remix achter voor me scratchen. Ik ben de gladiator in de kerker. In deze battle moet Keizer Excellence zijn duim omlaag. Bang bang, weg met die neppe rapper. Opzouten, ik ga even freestylen. Je moet je kop houden, je bent wack. En je moet dit even onthouden, het is Chris Meff. En jij bent zo smerig als poepseks en incest. Dus kanker terug weg. Ik ben irritant als Chin Chan. En je weet dat ik de baas ben. Vandaar dat ik mijn pik zet in je mik gek. Laatste ronde op Remix, hold it down! Je woont in Utrecht, maar woont in Rotterdam. Weet dat je beroofd wordt. Nigger, ik woon niet in Amsterdam, ik woon in Hoofddorp. Even serieus. Hey yo, ik ben een Suriname. Zelf de host is een Suriname. Nederlands beste kickboxer Ernesto Hoost is een Suriname. In de jury zitten sowieso ook Surinamers. Dus ik bouw meteen je meid. Telkens als ik deze game bekijk, kom ik tot de conclusie dat wij Surinamers in alles beter zijn. Weet dat je bent gedood. Dan moet je beseffen, ho. Ik sla je in elkaar en word gedisqualificeerd voor geweld als Ernesto Hoost. Inderdaad, gozer, je moet het weten. Ik wil je moeder spreken. Krijg je wel genoeg te eten? Ik ruk je hart uit je ribbenkast, niemand wil dat geloven. Maar ik weet dat je diep in je hart uit de kast wil komen. Ik kerf mijn initialen in je hart en het, ja, doet zo pijn. Ik zeg fuck jou bitch, voor mij voelt het fijn. Dit is een battle verloren, het moest zo zijn. Dit is een testfase, maar deze bitch was mijn proefkonijn. De fout gaat naar Remix, voor mij is het de OT. Remix heeft voor mij gemurderd. Remix. Ik vond die shit zo dope, ik wil gewoon OT, sorry. We hebben 2 voor OT, 3 voor Remix. Dus de winnaar van deze battle is Remix. Oh, yeah.